De Eerste Wereldoorlog herleefde dit weekend bij de Achelse kluis. In een beetje Monty Python-achtige sfeer werd het soldatenleven van toen uitgebeeld. Mars! En dat moet ik dan bij de keuken ook gaan bespreken, denk ik. Nou ja, even op. Theo Thijssen. Het boel! Charles Hollander. Ik ben groepsvertegenwoordiger van deze re-enactment groep. Wij heten Nederlands Neutraal en wij re-enacten de Eerste Wereldoorlog. En wij beelden het kampleven uit. In zo breed mogelijke zin. We hebben een wapenstelwerkplaats, de veldkeuken, waarin echt gekookt wordt. Aardappelen, groenten, vlees en zo. We hebben natuurlijk de zogenaamde beltenten, dubbel L. Dat zijn militenten in het punt waar wij in slapen, dat doen wij ook. We hebben een veldpost erbij. Het is heel uitgebreid. Binnen is er nog een tentoonstelling, waarbij er ook aandacht is voor de opvang van Belgische vluchtelingen in onder andere Amersfoort en Uden. En verder is hier ja, alles te bewonderen door de mensen. En vooral de keuken heeft veel interesse. Ja, koken is actueel, hè? Dat zie je veel op televisie. Daarom zien de mensen graag. En normaal gesproken, dat we nu met zo weinig mensen daar zijn, sta ik zelf in de wapenstelwerkplaats. Daar ben ik bezig met wapens herstellen, onderdelen bij te maken voor wapens. Of als iemand een defect wapen heeft, geweer of pistool, dan maak ik dat weer. En daarnaast hebben we hier natuurlijk een motorfiets, een 1917, een IJsink. Dat is een Nederlandse motorfiets. De fabriek bestaat niet meer. Daarop staat een zwartloze watergekoelde mitrailleur. En dat is de enige zo in Nederland hier staat. Dat is een heel zeldzaam ding. En verder zoals een hoop originele onderdelen. Zelfs de tafels en bankjes zijn Genitaanse banken. Ze zijn al 100 jaar oud. Dat gebruiken wij nog allemaal. Nou, dat was dan in het kort wat wij hier ongeveer uitbeelden. En de uniformen. We lopen in twee soorten uniformen. Zogenaamde blauwe, Manasse blauwe broek en de groene uniformen. Want in 1912 kregen we nieuwe uniformen, die waren grijs-groen. Maar omdat we met de mobilisatie zo'n hoge opkomst hadden, hadden we te weinig van die uniformen. Dan hebben we de oude uniformen ook gebruikt en dat liep gewoon door elkaar heen. Dus eigenlijk in feite heel kleurrijk geheel. Ja. Nieuw formulier, foutje. Foutje. Moet wel goed zijn. N-E-L-W-E-S. Cornelis. Ja. Kunnen jij met een paard rijden? Met paard rijden hier, hè? Nee, dat kunnen we niet. Kunnen we goed pintjes drinken? Ja, dat kan ik wel. Ja, dan zetten we die bij de grenadiers. Die kunnen dat ook goed pintjes drinken. Okay. Geniet van uw laatste vrije dag. Ja, zal ik doen. We mochten wat pintjes drinken, maar niet te veel. Hè. Dat je nuchter in de kazerne komt. Oké. Okay. Okay, ja. Hey, bedankt. Hè.